Goedemiddag, dit is bij WSV30. We hebben een schitterend evenement georganiseerd. Dat is de snelste bal. De snelste bal heeft als nut om geld in te zamelen voor een nieuw complex bij WSV. Dat het fantastisch is om al die balletjes, 4600 balletjes, los te laten. En al die balletjes hangen prijzen. Schitterende prijs tot een reis naar Real Madrid tegen Barcelona, een scooter. We hebben denk ik voor meer dan 40.000 euro opgehaald voor onze vereniging. Zeer spectaculair, mooi weer. Heel veel drank ook weer verkocht, ook goed is voor de kantineomzet, wat ook bij een vereniging hoort. Ja, het is gewoon geweldig. Ik zat met kippenvel te kijken hoe die helikopter aankwam met die balletjes. Nou, de snelste bal, wat houdt dat in? Iedereen kan een balletje kopen. 1 of 2 of 50 of 100. Kost een tientje per stuk. Al die ballen die worden met een barcode op een balletje gedaan. Het zijn van die balletjes die je in zo'n speelhal ziet. Die komen in een groot net. Dat net dat wordt via een helikopter boven het water uitgelaten. Iemand trekt dat net open en al die balletjes die gaan via een parcours. Lopen die naar een doel toe. Nou, we zijn natuurlijk een voetbalvereniging, dus we hebben een doel gemaakt. En met het doel, daar is de bal die over de lijn heen gaat. Hij is persoonlijk door mij gepakt en dat is de winnaar van de hoofdprijs. En dat is dan Barcelona Real Madrid met overnachting. Dames en heren, jullie hebben van onze voorzitter al gehoord dat er een astronomisch aantal balletjes zijn verkocht. 4600 stuks. En nummer 1, en jullie hebben het al allemaal mee mogen maken, hij heeft gezwaaid van de helikopter, is Ryan Klanders met 911 balletjes. Bijzonder veel. Ryan kiest meteen voor het grootste cadeau. Ryan kiest voor de laptop, dames en heren. Die is eruit. Hoi, wat is je naam? Ryan. Hey Ryan. Jij bent met de helikopter mee geweest? Ja. En wat vond je ervan? Leuk. En hoeveel balletjes heb jij verkocht? 137 en vond ik wel leuk om te doen. En hoe heb je dat gedaan? Met hulp van mijn vader. Ah, met heel veel vaders hebben geholpen. Hoeveel heb jij er zelf verkocht? Een stuk of 100, weet ik veel. Een stuk of 100. En waar ben je allemaal geweest? Bij de buren, bij mijn opa.